De Suriname Hospitality and Tourism Training Center is medio oktober van start gegaan met een nieuwe cursus brood en banket. De bedoeling is om Surinamers meer vaardigheden aan te reiken in het bakken en braden. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die bakt of braadt. Echter komt het voor dat personen niet over de nodige kennis beschikken, zegt trainer Joyce Matroos. Dit komt door gebrek aan kennis over grondstoffen. Op dit moment is het theoretisch gedeelte van de cursus gaande. Het praktijkgedeelte start op vrijdag 29 oktober aanstaande. Het andere deel is namelijk brood en banket. Waarbij dus dan de cursisten daarin worden opgeleid en getraind. En er was een hele grote vraag daarnaar. We zien dus dat het koken wel gebeurde hier in Suriname, de opleidingen ten aanzien daarvan. Maar dus er was echt een heel grote vraag naar brood en banket. Dus daar worden ze opgeleid in het maken van beslagen, van broden en taarten en dat soort dingen. Alles wat kortom, alles wat ermee te maken heeft met banket en bakken, een brood bakken. En hoe lang duurt deze, het theoretisch gedeelte? Wel, dit is eigenlijk niveau 1. Net als bij de koksopleiding heb je een niveau 1, dus eigenlijk een soort assistentsopleiding is dit. En dit is eigenlijk, het is 40 uren, dat verdeeld is over een aantal dagen. Dus we hebben theorie en praktijk. Dus we hebben 5 theorielessen en 5 praktijklessen. En u gaf aan, er is wel gebleken dat er enorme behoefte was aan dit onderdeel. Denkt u dat hiermee het verzorgen van deze training, dat er een bijdrage wordt geleverd aan zeg maar, het ontwikkelen van dat gedeelte van de sector? Zeer zeker. Omdat ik zelf ook in de horeca heb gewerkt en ik heb het gezien. De mensen hebben de kennis wel, maar echt de know-how, de achtergrond, het achterliggende. Weet je, vooral wanneer het gaat om grondstoffenkennis en de werking van bepaalde ingrediënten ten opzichte van dus wat ze allemaal doen. Dat ontbrak een beetje. Want als we kijken in Suriname, hier zien we dat mensen echt heel veel van bakken houden. Want overal kan je wel iemand vinden die bezig is met bakken, kan je iets lekkers bestellen. En ze doen het wel heel goed. Maar dat gaat ze dus helpen om het naar een hoger niveau te brengen. En dat is wat wij hier bij SHTTC van plan zijn te doen. Het is al lang mijn verlangen geweest om, weet je, te bakken en zo. En thuis, dan ben ik ook bezig met mijn oudste zoon. Was hij bezig te bakken, bezig te experimenteren en zo. En ik doe dit eigenlijk ook om... ik heb zo een beetje gezien van dat, weet je, soms door is er broodschaarste. En je denkt van oké, okay, als je zelf ook brood kan bakken, dan help je ook zo een beetje. En de achterliggende gedachte is ook een beetje sociaal, omdat je ook kinderen hebt. Weet je, die soms zonder brood naar school gaan. Dus als je zelf ondernemer bent, je hebt een business, toch? Los van dat je geld verdient met hetgene dat je maakt, kan je ook sociale projecten ondersteunen, zodat kinderen met brood naar school kunnen gaan. Dus dat zijn de achterliggende gedachten om, weet je, te participeren hieraan. Is het ook de bedoeling om wat te gaan verdienen daarmee, als ik u goed begrijp? Ja, inderdaad. Inderdaad wil ik wat ermee gaan verdienen. Dus ik denk er echt serieus over na om wat ermee te gaan verdienen. Mm. En wat vindt u tot nu toe van de informatie die u hebt opgedaan, die kennis die u hebt opgedaan? Bent u daar tevreden over? Ik ben helemaal tevreden over. Ik heb veel geleerd. Heel wat dingen wist ik niet. Dus door deze training ben ik veel te weten gekomen en zijn dingen die je echt moet weten als je een business gaat hebben, als je professioneel bezig wil zijn. Raad u andere jonge Surinamers aan of andere Surinamers aan om ook zich hier aan te sluiten om zo'n cursus te volgen? Zeer zeker. Wat zijn die vervolgstappen nadat u dit hebt afgerond? Vrijdag hebben jullie het praktijkgedeelte. Gaat u verder of gaat u het voorlopig hierop houden? Nee, ik wil zeker verder gaan. Omdat ik, zoals ik er eerder aangegeven had, ik heb plannen. En ik wil het professioneel doen. Ik wil het goed doen.
En als je het goed wil doen, dan heb je goede kennis nodig om dat te kunnen doen. Dus ik ga zeker verder. Okay. Goeiedag Khadija. Je hebt besloten hier bij het instituut SHTTC ook een cursus te volgen. Waarom heb je dit besluit genomen? Ik heb dit besluit genomen omdat ik mezelf zoiets zie doen en ik wil meer experimenteren met de dingen die ik thuis maak. Ik wil ook van meer leren uit die dingen die ik ook maak. Dus ik wil verder gaan. Ik wil een eigen bakkerij openmaken en veel dingen ermee doen. Welke dingen maak je nu al thuis? Cake, het meest cake. Los daarvan maak ik ook, ik probeer ook brood te maken en gebakjes. Meer voor de familie. Ik ben nog niet begonnen om voor andere mensen te verkopen. Denk je dat met de kennis die je tot nu toe hebt opgedaan, dat je wel beter gaat kunnen presteren als het gaat om bakken, brood en banket? Ja, dat is mijn droom hoor, om het verder te laten gaan met zoiets. En vrijdag hebben jullie het praktisch gedeelte. Hoe kijk je daar naartoe? Wat verwacht je? Ik verwacht heel veel. Ik hou echt van om in de keuken te staan. Dus ik doe mijn best om echt meer ervan te maken en te experimenteren op gerechten. En voor wie wil je dat doen? Want je zegt je wilt experimenteren, je wilt steeds beter doen. Maar om wie gaat het uiteindelijk? Voor wie wil je dat doen? Jezelf verbeteren of je product verbeteren? Het is steeds één product dat mensen proberen te doen in Suriname. Maar er is nog heel veel dat er kan gebeuren. Heel veel met cake en alles. Dus wat ik blijf maar één soort cake zien en ik wil meer dan dat. Dus dat probeer ik ook door te halen. Heb je nu misschien al een voor jezelf een geheim recept of een geheim product waarvan je zegt van dit is apart en je ziet het niet echt ergens. Mensen zullen het ooit moeten proberen. Nee, nog niet. Je werkt nog daaraan? Ja. Goed, dank je en succes. Dank je.